Dit is de Intensive Brightening Treatment van PCA Skin. Dit is een retinolhoudend serum. Het is een ideaal product voor iedereen die zowel aan pigmentatie als aan huidveroudering wil werken. Het mooie van dit product is dat het een heel slim aflevermechanisme heeft. Dit zorgt ervoor dat je huid minder last heeft van irritatie dan bij andere retinolhoudende producten. Het zorgt ervoor dat het gedurende 8 uur in de huid steeds een klein beetje retinol afgeeft. En retinol wordt in de huid omgezet in vitamine A-zuur. Ik zeg ook wel, vitamine A-zuur staat voor vitamine ANS. Het pakt allerlei huidproblemen aan, zoals rimpels, verslapping, pigmentatie, overmatig talgproductie. Het mooie van de Intensive Brightening Treatment is dat het ook specifiek op pigmentatie werkt. Er zitten verhelderende stoffen in wat de bestaande pigmentatie op gaat lossen, maar ook de aanmaak van nieuwe pigmentatie gaat voorkomen. Belangrijk is wel om in het begin rustig aan dit product op te gaan bouwen. Het is een product dat je enkel 's avonds aanbrengt op een gereinigde huid, waarna je nog wel een afsluitende moisturizer aanbrengt. Breng je het 2 keer per week aan. De week erop voeg je een extra avond toe, dat je het 3 keer in de week gaat. En de weken daarna voeg je het steeds met 1 avond toe, dat je uiteindelijk naar elke avond toe gaat. Het kan zijn in het begin dat je huid wat rood zal kijken, wat droger aan gaat voelen of dat er een verschilvering ontstaat. Maar dit is echt puur een gewenning van de huid aan vitamine A. Je zult merken dat dit na 4 weken meestal over is. Een must is wel in combinatie met vitamine A of retinol om overdag standaard een zonbescherming te gaan gebruiken.